Vandaag herdenken we. We herdenken wereldwijd. En natuurlijk ook hier, bij het monument voor hen die vielen. We herdenken hier de gevallen militairen der zeemacht en het koopvaardijpersoneel. Aan alle kanten neemt de dreiging toe en wordt van ons eigenlijk gevraagd om de roeping die wij gevoeld hebben en de eed die wij hebben afgelegd opnieuw te ankeren. Vandaag, op 4 mei, zijn we hier samen op de Oude Rijkswerf. We herdenken en staan stil bij de miljoenen mensen die hun vrijheid zijn kwijtgeraakt. De eerste krans zal gelegd worden namens de directie van de materiële instandhouding door de directeur DMI Commodore Holders. Voor velen van jullie, als ook voor mijzelf, geldt dat we opgroeien in een land wat vrij is al ver voor onze eigen geboorte. Uit het opgelegde zwijgen spreekt toch een duidelijke taal. Het ongekende machtsmisbruik raakt de onschuldige mens massaal. Brengt ons het effect van een vrijheid leven. Dus laat ons nooit vergeten, nee, de prijs van onze vrede. En koesteren die vrijheid mee als kostbaarste van heden. In een oorlog is het niet veilig. Angst, verdriet en pijn. Je ziet bommen, vliegtuigen, alles is kapot. Die pijn, individueel dan wel collectief gevoeld, zal nooit verdwijnen. Wij staan daar ieder jaar opnieuw en opnieuw bij stil. Wij moeten en blijven ons verzetten tegen discriminatie en racisme. Herdenkingen zoals in het hier en nu zijn daar enorm belangrijk voor. Want wie het verleden niet herinnert, is gedoemd het opnieuw te beleven.